Goedemorgen, vandaag is het woensdag. Ja, dat klopt. Het is vandaag woensdag en ik kom net uit bed. Het bad staat aan en ik ga nu even een broodje met smeerkaas eten. En daarna ga ik in bad spulletjes pakken en richting Schiphol, want ik moet vandaag weer naar Joret. Laatste keer dat ik daar zelf moet rijden. Volgende week ga ik nog één keer mee met Ronnie en zo. Die zijn er toevallig vandaag ook. Dus dat is wel grappig. En dat is dus mijn planning. Ik vlieg volgens mij 14:45 zoiets. En morgenochtend echt om 8 uur weer terug. Dus het wordt wel pittig. Maar ja, wel zin in. Ik heb echt enorme nekpijn. Ik heb mega slecht geslapen vannacht. Niet te doen. En ik sta trouwens in de krant. Superleuk. Wel leuk artikel van Gidi Heesakkers. Of Gidi. Ik weet niet hoe ik het uitspreek. Maar vet leuk. Love it. Dit was vroeger echt mijn lievelingsontbijt. Afgebakken broodje met smeerkaas. Ik ben klaar, koffers ingepakt. En ik ga nu naar buiten. Taxi staat te wachten. En dan richting Schiphol. Er is wel controle richting Schiphol als je daarheen rijdt. En dat duurt vaak een uur of weet ik het wat. Dus ik ben wat vroeger gegaan. Maar vorige keer had ik een taxichauffeur. Die wist een omwegje. Dus ik hoop dat deze het ook weet. Want ja, anders dan haal ik waarschijnlijk mijn vlucht niet. Outfit is trouwens jumpsuitje, Subdued, jas Zara, tas Louis Vuitton, schoenen Louis Vuitton en mijn handbagagekoffer. Ik heb mijn goede gedrag rekening gehouden met die vertraging, maar ik ben nu 1,5 uur te vroeg, maar beter te vroeg dan te laat. Ik dacht, ik hou even eten, alleen over 20 minuten vertrekt het vliegtuig, dus ik heb hier helemaal geen tijd voor en ik ga dit fucking snel opeten. Maurits is fucking hard vooruit gerend met de koffers en ik heb dit bakje meegenomen, ik vind het zo fucking lekker, dus ik eet het even op. En ik hoop dat we het vliegtuig halen, D82. Oh, ook helemaal aan de fucking andere kant van Schiphol. Ik zweet me kapot. Maar oké, Maurits zweet waarschijnlijk harder. Het is geen kaartrennen. Oh. We hebben het gehaald. Hey, ik ben echt afgevallen, maar mijn hoofd lag groot. In vergelijking met mijn nek. Dus je wil zeggen dat je nek dunner is geworden? Ja, man. Dat is niet te doen hoor. Goedemiddag. Ik heb het echt fucking heet. Godverdomme. Anders moet die airco wat. Die zit hier aan de nooduitgang. Dus in ieder geval van nood mocht er iets gebeuren. Jongen. Nou, gelukkig zitten we erin. En dan gaat het weer automatisch. En nu lekker naar Gimbola. En dan. Ronnie en zo zijn er ook vanavond. We kunnen leren zwemmen van Cartier. Daar moet alle handen aan die je weg willen. Er is een heel grappig filmpje op het internet. Moet je naar Instagram gaan en dan. Dan is dat gewoon Cartier, denk ik. Cartier. En dan heeft hij een filmpje en dan doet hij swimming like a dolphin. En hij probeert. En hij probeert daar te zwemmen als een dolfijn. En dan gaat hij zo duiken en dan gaat hij zijn benen omhoog. Ik weet niet als wat die jongen. En dan doet hij 3 keer achter elkaar. Dat was geen dolfijn. Hij was op een whole lot of drugs. Oh, de voorhoofd. Ja, bedankt. Ik heb even een boekie voor onderweg gekocht. Die was echt nerveus. Ik was echt in een momentje. Echt op pijn. Zo, ik hoop dat we genoeg te eten hebben. Luister dan. Als jullie kunnen raden hoeveel dit bij elkaar komt. Wat krijgen ze? Een duimpje omhoog? Oh, dan krijgen ze een duimpje omhoog. Oké. Dit is leuk. Geland en kijk welke grote vriend er is. Yes, it's you. Toen, toen, toen. You're gonna be famous. In Holland, hè? You. Just tell something about yourself. About me? Yes. I told you all my life last day. No, the only thing you told me is that you don't have Instagram and your girlfriend has Instagram. I don't want to be famous. No, en we zijn in Joret. Superleuk. We slapen dit keer weer in een ander hotel. Tegenover een klein speelparkje. Hoi. How are you? Ja, nice. Ik weet nog wel dat ik vroeger met mijn ouders ook wel eens op vakantie ging naar Spanje. En dat je daar ook van die speelparkjes had. En daar wil ik altijd heel graag heen.
Als je dus pap, mogen we alsjeblieft naar het speelpark? Ja, pap, ja, oké. Pap, ja. Don't touch me! Yo, ik ben donker. You already touched me last night. Ik ben donker, hè, maar ik snijd het niet. Ik ga Maurits laten opsluiten, dat is mijn taak voor vandaag. Hey, hou op, man. Auw, dad! Yo. You hit me! Shut up, woman! Weet je waar ik jou echt op wil zien een keer? Waarom? Die stier daar. Ja, dat is niet te doen, man. Dat lijkt me zo grappig als jij op dat ding zit te kutten. Nou, als je heel lief bent, hè, klein lief kindje van mij. Dad, please! Lekker kindje. We zijn lekker in Joret, het regent nu. Chill, dus ik ga even onder het afdakje staan. En Dylan is er ook. En we gaan straks weer eten bij mijn lieve vriendje. Aan de overkant. Yes. Yay! Oh. My friend. Oh. I love you. Oh, I love you too. En hier is de dolfijnenman. De man, ik heb vandaag het filmpje gepromoot in mijn vlog. Dat meen je niet. Cartier Paris op Instagram. Ja, Mr. Ja, Dolphin. Dan krijg ik meer volgers, dames en heren. Nee, joh. Ik wilde je zo slecht aan het schrikken. We hebben net gegeten. En we gaan nu naar een speelhal. De speelhal! Ja, in de botsauto. Hallo. We gaan nu naar een speelhal. En dan gaan we lekker in de botsautootjes. En lekker gokken. En lekker ons gaan verbrassen. We wilden dus in de botsauto's, maar ze gaan zo fucking traag. Dit beeld is niet in slow motion, mensen. Ja. We willen even in de auto rijden. Je denkt altijd, tenzij je hem hier ja. Zet, dan pak en bij deze denk je, oh hier gaat het wel lukken, want hier ligt wel heel veel over de rim. Ja, maar kijk als hij voor ja, dat is dus precies wat ze willen doen. Hier was ik echt verslaafd aan vroeger. Als de kermis er was, ging ik dit altijd doen, ja. Sikke oplichterij. Na een avondje spelletjes spelen in de gamehall zijn we nu onderweg naar de club. Jee. En even een uurtje draaien.
En dan zien we wat de avond ons brengt. Ik ben wel moe. Kifu lifestyle. Kifu lifestyle, you so. Zwa ma, c'est comme que Balou la yo. Zwa ma, c'est comme que Balou la yo. Bira! Kifu op je beeldscherm. Ijskoud, wintersessie. Thanks voor die sessie. En nu die tweede? Die tweede. Ekotite. Ja, ook een goede performer, je ziet de emotie. Wat betekent het? Ik kon het wel eens van. Gaat jou erin? Nee, man, gaat helaas niet erin. Hey Kifu, doe even je freestyle. Nou, de show van Ronnie duurde ongeveer 3 uur. Het was echt gemiddelde Ronnie Flex oude repertoire, maar goed, het was gezellig. Inmiddels is het 6 uur. Mickey! Ja. 1095, krakaka! Oh, dat is normaal. Er is iemand dronken hoor. Oh, ja, ik ben dronken. Nee, we hebben niks gebruikt, maar ik ben wel dronken. Wacht. Kifu lifestyle, baby. Meer dan fitness alleen. Ja, vetzak. Ik ben een vetzak. Maar we hebben stacks. Zat. Kijk eens, hoe ga ik dit shit? Ik kom met een vetklasse. Zit dit. Nieuwste C-klasse hebben wij. No Mickey. En Monica. Je moet niet alles zeggen, maar je moet wel een piece clippen. Ik ga nu even emotional tonen. Dit is jouw vlog. Dit was Dylan's vlog, man. Hoi, goedenavond vloggers, kijkers van Monica Geuze. Ik zou jullie één ding zeggen. Jullie kennen me van nu, van Kifu Lifestyle. Breaking news, Kim Kardashian live. Yes, you know who we got. Yes, you know, check my album, my mixtape coming soon. Leven van de straat, yeah. Oké, jullie kennen mij van Monica Geuze, van Ronnie en zo, als Kifu Lifestyle. Maar... Hij staat bekend om zijn sextapes. Geen uitspraak over. Maar, luister heel goed. Ik ken Monica, zeg maar, vanaf day one.
In de zin van, zoals bij High School Musical, zeg maar, als DJ. Toen kende ik Monica, zeg maar, was op de achtergrond met haar Ray-Ban bril. Heel leuk. Ja, ik weet precies. Wij praten van Troje, klopt of niet? Ja. Ik ken Monica Lola vandaag, ik ben nu 25. En toen in tijd, ik was toen 19, was toen profvoetballer. Want ik werd toen speciaal ook de vrijgevraagd voor de club. Dat ik zeg maar gewoon daarheen kon gaan. Dat was na de verjaardag van Ronnie, van Ronel Plachard. Ik ken Monica van High School Music, dat was de DJ van Ronnie, dat had ik al eens keer gezien. En nu dit, dat is zo prachtig. Maar zoals Sherine en Martina zegt, ik ben blij. Waarom? Daarom! Ik ben blij! Wow, wat drank het mensen doet. En by the way, zeg maar, PS. Ik heb wat gedronken en ik drink alleen maar Tupac. Als je niet weet wat Tupac is, Hennessy. Energy. Woo. Hennessy. Energy. Hennessy. Je moet gewoon de beste stuk even eruit halen, schat. Ja, dat ga ik doen, schat. Dat gewoon heel toch acceptabel staat voor jou over je heen. Goed, deze show duurt ongeveer 3 uur, het was gezellig. Oh, het is nu 6 uur, op een gegeven moment stonden er nog 15 mensen of zo en die stonden nog helemaal los te gaan, dus dat is wel leuk. Mag ik jouw vlog overnemen? Zo, dames en heren, ik ben Cartier, ik ben hier Monica. Zo, mijn vlucht gaat over 2 uur, ik ben zo moe, ik heb opgetreden in Magics. We zitten nu in de arena met Ronnie Flex, Cartier, ja, dat heet al Magic. Ik ga rijden, nog red, ik neem het weer. Hij gaat ook wel mee, deze man. Ik kan het niet. Het is gevallen, ik word letterlijk over een uur opgehaald om naar het vliegveld te gaan. Ja, wacht wel. Het is 7:15, ik kom net aan in het hotel. Ik moet fucking snel eventjes mijn spullen inpakken, me omkleden en dan richting het vliegveld. Dus ik ga de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn kanaal als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik je heel graag morgen weer.